Je moet hier weer linksaf. Die auto achterna. En ook weer heerlijke wraps. Heb ik meegenomen. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag gewenst namens Corina en, jawel, de beestenboel. Ja, en de beestenboel. Dus ja, we lopen weer op de kanaalweg bij de dijk. Nee, Elwing. Daar hebben we de verkeerslichten. Ga je rechtdoor, kom je bij de Texas boot. Want anders moet je linksaf eerst. Je moet hier eerst linksaf, die auto achterna, dan kom je bij de Texas boot. Ja, helemaal waar. Maar ja, oké, nogmaals een hele goede middag en het is vandaag zaterdag. Ik heb net gekeken de hoeveelste week alweer niet. De 18e en we leven om 14 uur. Dus 14 minuten over tweetjes. En we lopen hier lekker met z'n drietjes. Enkel ik moet de hondjes zo weer vasthouden, korter houden, vanwege dat we hoeken krijgen. Je weet nooit niet wat er om die hoek vandaan komt. Ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen, maar geniet zeker ook met wat wij doen. En toen waren we weer thuis, hè? Ja, toen waren we weer thuis. Hé, ja nou? We waren weer thuis, hè? Of zijn we weer thuis, ja? Alleen nog, ja, ik ga een bak koffie doen en dan ga ik daarna boodschappen doen. Want ook dat moet weer gedaan worden. Ja, maar het komt allemaal wel goed en ga gewoon vol goede moed hoor. Het zonnetje schijnt, het is niet koud, het is warm. Ik had denk ik op mijn dunne jasje aan en ik heb blote armen zoals jullie zien. Een soort met kapmouwtje heb ik, nou ja, dat stelt niks voor. Maar in ieder geval, Moet het nou zo? Zelfs je trinola's. Gaan we dansen? Wat? Wat moet je nou? Wat moet je dan? Wat moet je doen? Nou, zoek het ervan uit. Er wil er eentje erin. Die wil naar buiten. Hé, Kandoffie. Zo. Hé, ja, vind ik ook wel mooi. Ja, moet jij naar buiten, kerel? Ja, moet jij naar buiten? Dan moet ik er even bij. Zo, 1. En dat is 2. Doe maar. Ja, doe maar. Doe maar. Ja, kijk eens, loop nog een poesje. Loop nog een poesje. Ga die maar achteraan. Doe maar. Toedun. Goed zo. En wat was jij aan het doen? Ik hoorde jou eten, geloof ik. Ja, eten, hè? Ja. En dat is een kleine doerakje, hè? Ja, het is zo. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Geniet ervan met z'n allen. En geniet ook met hetgene wat wij doen. Lieve vrienden, we zijn weer thuis van het boodschappen doen. En eventjes over de markt heen gechased. Maar ach, dat was helemaal niks bijzonders. En
Ja, het werd al ook al opgeruimd. Ze waren vroeg, vond ik deze keer. Ze zijn wel eens later. Maar oké, ik heb een tas vol met boodschappen. Ja. En ook weer heerlijke wraps. Heb ik meegenomen. En omdat ik een gast krijg, ja, nou ja, dan moet je ook wel wat andere lekkere dingen meenemen. Dus ik heb ook nog een leverworst meegenomen. En een Gelderse gekookte, of gekookte Gelderse, weet ik veel hoe je dat noemen moet. Gekookte worst, ook altijd lekker. Dus ja, dat en nog veel meer. Maar in ieder geval, ik ga dat lekker opruimen. Ook brood heb ik weer meegenomen. Vleeswaren, want dat was op, want die lade is echt leeg. Leger dan leeg. Kan het niet? Nee. Dus daar gaat zometeen de vleeswaren weer in. En de kaas. En dan kunnen we weer lekker eten. Ja, brood. Nou, ik had al een brood in die broodbox. Ik heb nou nog twee weer meegenomen. Nou ja, broodbolletjes, hè, eten we. Ja. En chippy en wijn en een corona biertje. En ik heb een soepje voor vanavond met ook een broodje. Lekker. Daar heb ik gewoon zin in. Groentesoep, lekker. Had ik gewoon zin in. Ik denk, ja, dat doen we eens een keer. Dus ja, dat dus. En ik heb Karen aan de telefoon. Ook dat kan allemaal gewoon doorgaan. En dan gaat Rijka tekeer. Die hoort een klein kindje. Moet kunnen. Die denkt, oh, ik wil even spelen met een kindje. Maar ja, dat kan niet, hè. Nee, zit achter die poort. Maar oké, lieve vriend. Ik zou zeggen, geniet verder van je dag. Ga ik ook doen. En geniet ook met ons samen mee. Ik zou zeggen, tot later.